De Galaxy A21s is een van de goedkoopste smartphones die Samsung dit jaar uitbrengt en in deze video laat ik hem aan je zien. Dit zijn de drie belangrijkste plus- en minpunten. De Galaxy A21s kost maar 180 euro, maar daar krijg je wel een smartphone voor met een strak design. Hij is van plastic, maar hij voelt wel stevig aan en de achterkant heeft een mooi kleurverloopje. De telefoon is wel wat zwaar en groot en dat zal niet iedereen fijn vinden. Achterop de Galaxy A21s zit een vingerafdrukscanner en die werkt erg goed. Het instellen gaat snel en ook het ontgrendelen gaat altijd vlot en accuraat. En het is fijn dat Samsung hier niet kiest voor een scanner onder het scherm, want die zijn vaak wat trager en minder betrouwbaar. De allerbeste feature van de A21s is de accuduur. En omdat de accu heel groot is, 5000 mAh, de processor zuinig is en het scherm niet heel veel stroom verbruikt, gaat de telefoon heel lang mee. Bij normaal gebruik kun je ongeveer 2 dagen makkelijk doen met de telefoon en als je je telefoon minder gebruikt, waarschijnlijk nog wel langer. Je krijgt een 15 watt snellader bij de telefoon, maar het opladen gaat niet heel snel en dan komt juist door die grote accu. Het duurt langer dan 2 uur, maar als je je telefoon vaak 's nachts oplaadt, is dat helemaal geen probleem. Ondanks dat de telefoon heel goedkoop is, zitten er achterop wel 4 camera's. Het is een primaire camera van 48 megapixel, een 8 megapixel groothoeklens voor extra wijde beelden dus, een 2 megapixel macro camera waarmee je heel dichtbij kan komen en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto's. De primaire camera en groothoeklens maken mooie foto's als je maar genoeg licht hebt. Dan zie je genoeg detail en hebben plaatjes mooie kleuren en is ook het dynamisch bereik gewoon goed. Helaas is de macrocamera heel beperkt en dat komt door de resolutie van 2 megapixel, waardoor je dus gewoon niet genoeg detail hebt. Overigens geldt voor alle camera's dat je ze beter niet in het donker kunt gebruiken, want dan zien beelden er gewoon niet zo mooi uit, maar dat is ook niet zo gek in deze prijsklasse. De Galaxy A21s is helaas niet de snelste smartphone en dat komt door de matige processor. En dat is wel een belangrijk minpunt. Hij heeft maar 3 GB aan werkgeheugen en 32 GB aan opslagruimte, maar er is ook een versie met meer werkgeheugen en opslag beschikbaar. Die is ietsjes krachtiger, maar ook wat duurder. Tijdens het gebruik merk je gewoon dat de A21s een budget smartphone is. Alles hapert een beetje en vooral als je gaat multitasken krijgt hij het best wel moeilijk. Je kan er best een simpel spelletje op spelen, maar je moet absoluut geen wonderen verwachten. Een ander groot minpunt van de smartphone is het scherm. Hij is met 6,5 inch wel lekker groot en daardoor geschikt om filmpjes te kijken, maar de resolutie is gewoon te laag om mooie beelden te produceren. Alles oogt een beetje korrelig en daar komt bij dat de A21s een LCD-display heeft en geen AMOLED-scherm zoals bijna alle andere smartphones van Samsung. Daardoor zien kleuren er niet zo mooi uit en alles oogt wat flats, zelfs voor een LCD-scherm. De randen rondom het scherm zijn wel lekker dun en er is geen notch aanwezig, maar een cameragaatje voor de selfie-camera, dus dat ziet er wel weer netjes uit. Het grote probleem is dat de A21s op de accuduur na nergens echt in uitblinkt en ook niet heel veel goedkoper is dan bijvoorbeeld de A31 van Samsung of de A41 van Samsung. Daarnaast zijn er in deze prijsklasse genoeg telefoons beschikbaar die gewoon compleet zijn en bijvoorbeeld een mooie scherm hebben, betere camera's hebben en ook sneller zijn. Zoek je specifiek een goedkope smartphone met een lange accuduur en kun je leven met de nadelen van de A21s, dan is de telefoon nog wel het overwegen waard. Is dat niet zo, dan kun je beter even verder kijken. Check daarvoor even de geschreven review, we daarin bespreken wat goede alternatieven. Wil je weten waar je de Galaxy A21s het goedkoopst in huis kan halen? Ga dan even naar de beschrijving hieronder, daar vind je link naar de prijsvergelijker waarin je alle beste deals vindt. Bedankt voor het kijken, like ook deze video en vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal.